De noodkreten van de samenleving zijn gehoord. Dit zei minister Uraikwit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vandaag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers aan journalisten. De bewindsman zegt dat de regering mogelijkheden zal creëren om de gemeenschap meer tegemoet te komen. Cellen zijn volledig uitgewerkt. We luisteren, we hebben geluisterd naar de noodkreten van de samenleving. We hebben het in het totaalpakket gegooid. Nogmaals, de commissie is nog niet ingesteld, maar voor mij maakt het niet uit. Het is dan een werkgroep van mijn kant uit om alvast ermee te starten. Zodat de noodkreten van de samenleving, dat zij weten dat ze gehoord zijn. En dat er tastbare resultaten dan worden geboekt. Ramsaran zegt dat vooral zwangere vrouwen een andere behandeling zullen genieten vanuit het verzekeringswezen. De bedoeling is dat zwangere vrouwen in aanmerking zullen komen voor premiesubsidie. Zoals ik uitleg, heb ik met mijn team gesproken en natuurlijk ligt er een stukje versterking in. We moeten de dienst gaan versterken, want nu in de situatie waarin Suriname zich bevindt, waarbij er geen andere basispakketten zijn, welke worden aangeboden door verzekeringsmaatschappijen, is het de enige dat of u gaat een van de duurste pakketten nemen bij een verzekeringsmaatschappij particulier, of u komt bij het ministerie, bij de regering, om te vragen naar een verzekering. De bedoeling is dat er een middenweg moet zijn. Natuurlijk dat er overal een basispakket beschikbaar is voor de samenleving. Maar meteen om terug te komen naar het probleem, want dat is eigenlijk waar de gemeenschap naar kijkt, is wat gaat de regering doen? Dus wat gaat de regering doen? Ik als minister van Sosavo ga het zo meteen, of niet vandaag, straks bedoel ik, bij de regeringsvergadering op tafel leggen. Van dit zijn voorstellen wat we hebben uitgewerkt. Dat 1, de 0 tot en met 16 jaar en 60 plus een speciale loket krijgen bij het SZF, was rechtstreeks, nogmaals rechtstreeks, de aanvraag voor nieuwe opverlenging dan ter plaatse kunnen doen. De bewindsman zegt dat het nieuwe systeem ervoor moet zorgen dat aanvragen sneller afgehandeld worden. De bedoeling is dat mensen direct over hun verzekeringskaart kunnen beschikken bij de desbetreffende kantoren. Obstakels om medische zorg te bieden aan elke burger moeten naar zeggen van de minister weggewerkt worden.